heel lekker. Oh, wat is dit voor raars? Oh, yes. Wow. Hey mooie mensen, je hebt het goed gelezen in de titel. Ik ga proefwerk terugbrengen op dit kanaal, maar wel in een ander jasje. Want ondanks dat ik niet altijd even goed terugkijk op die vorige video's, is die liefde voor gek eten en nieuwe dingen proberen natuurlijk nooit verdwenen. Dat is nog steeds een van mijn grootste hobby's. Dus waarom zou ik dat niet terug laten komen op mijn kanaal? Alleen voor hier op dit kanaal zie ik het niet zo zitten om te gaan zitten en 10 verschillende dingen te proeven op één dag. Ik ben af en toe te zien in de proefvideo's die Mert maakt op zijn kanaal en dat is wel meer dat ding. Maar mij lijkt het leuk om dat iets meer te verspreiden. Dus echt zeg maar dat proeven te integreren in mijn dagelijks leven. Dat ik uiteindelijk eigenlijk gewoon bijna elke dag iets nieuws aan het proeven ben. In plaats van dat ik 10 dingen eet. En dan misselijk ben. Dus waar jullie vandaag naar gaan kijken is een proefvideo. Met allemaal dingen die ik in de supermarkt had gevonden. Die volgens mij nieuw waren. Of in ieder geval nieuw voor mij. Ik wil dit nog een beetje perfectioneren. Het is voor mijn gevoel nu nog een beetje rommelig. Maar ik ben alvast heel erg benieuwd wat jullie hiervan vinden. En als je ideeën hebt voor dingen die je in de supermarkt hebt zien liggen. Die nieuw zijn. Of dingen waarvan je denkt van dat moet Teske echt proeven. Laat het me dan weten in de comments. En zorg ook dat je geabonneerd bent op mijn kanaal. Zodat je geen video's mist. En dat je op het belletje drukt. Zodat je een melding krijgt als ik een video heb geüpload. En dan zal ik jullie verder niet langer in spanning houden. Hier komen de dingen die ik heb geproefd. Alright, er zijn de afgelopen jaren best wel wat merken die met een veganistische mayo uit zijn gekomen. Je hebt er eentje van Remia. Je hebt er eigenlijk 2 van Remia. Je hebt Like Mayo en je hebt Mayo Lijn. Je hebt er eentje van Jean Baton. Deze is heel lekker. Hij smaakt een beetje naar de Franse mayo. Maar nu heeft ook Hellmann's een veganistische mayo uitgebracht. Ik weet niet hoe lang deze er al is, maar ik zag hem nu pas voor het eerst in de supermarkt. Dus voor mij is die nieuw. Ik ben heel benieuwd of die lekker is. Ik ga hem eten op een broodje met vegan kaas en komkommer. Wat mij betreft echt de beste manier om mayonaise te eten. Andere manier is natuurlijk bij een frietje, maar dat heb ik nu niet. Ik ga hem voordat ik het broodje ga proeven even losproeven. Daar gaat hij. Wow! Hij is heel anders. Hij smaakt best wel naar Franse mayonaise. Dat lustte ik vroeger nooit, maar tegenwoordig vind ik het wel lekker. Waardoor ik dus denk dat dit ook echt fantastisch gaat zijn bij een frietje. Ik vind bijvoorbeeld de Like Mayo van Remia, vind ik zoet. Te zoet eigenlijk voor bij een frietje. Maar dit smaakt goed. Hier kan ik zeker aan wennen. En dan ga ik nu het complete broodje proeven. Echt heel lekker. Ik durf bijna te zeggen dat dit de lekkerste is die ik tot nu toe heb gegeten. Ik heb hier letterlijk niks op aan te merken. Echt super lekker. En daar word ik heel blij van, want ik ben een hele grote mayo liefhebber. Ik geef dit eigenlijk gewoon een 10. Een 10! Woehoe! That's it. Ik zie jullie weer bij de volgende. Het is ochtend en ik ga deze ochtend beginnen met 2 items. Iets van de Albert Heijn en iets van de Jumbo. Ze hebben bij de Albert Heijn tegenwoordig chia pudding. En als je niet weet wat het is, chia zaadjes, als je daar vocht, water, kokosmelk, wat dan ook aan toevoegt, dan zuigt het zich helemaal vol en dan wordt het een soort van puddingstructuur. Dus ik was wel best wel benieuwd hiernaar om te kijken of het misschien wat was voor ontbijt. Chia pudding, braam, bosbes. En je kan het al een beetje zien, het is niet een hele appetijtelijke structuur. Maar goed, dat moet je dus ook niet verwachten, want het is echt pudding. En bij een lekker ontbijt hoort een lekker drankje. En ik zag deze bij de Jumbo. Nieuw deze zomer, aardbei margarita stijl. En er staat op alcoholvrij. Dus uit deze titel begrijp ik dat het zou moeten smaken naar een alcoholvrije aardbei margarita. Ik vind een aardbei margarita erg lekker. Dus wie weet vind ik deze ook lekker. Maar laten we beginnen met de chia pudding. Ik ben altijd een beetje bang voor dit soort dingen. Ruikt echt flink naar bosbes. Ik ruik ook kaneel. Zit het erin? Geen kaneel. Hoe ruik ik dan kaneel? Ik ga het even aan jullie laten zien, want dit is wel echt heftig. Oh yes. Ik bedoel, ik heb lekkerdere dingen gezien in mijn leven. Maar wie weet smaakt het wel heel lekker. Ik offer mezelf op om het te testen voor jullie. Gaat-ie. Nou, ik weet niet hoor. Dit is echt heel lekker. Je moet even die structuur loslaten. Maar los daarvan, los van die structuur, is het heel fris. Het smaakt super lekker naar bosbes. En ik proef ook kaneel, ook al zit het er niet in. Maar oké. Okay. Dit is echt een groot succes voor mij. Oké, ik ga hier zo aan verder. Hey, hallo. Wil je ook een cocktaildrankje? Oeh, dit ruikt heel sterk naar aardbei. Liefje, dit is geen eten voor jou. Wat zit er eigenlijk allemaal in? Water, aardbeipuree, sinaasappelsap, agavesiroop, limoensap. Oké, daar gaat-ie. Oeh, stop. Au, 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 au.
Dit is lekker, maar het is niet zo heel bijzonder. Het smaakt gewoon heel erg naar aardbeien eigenlijk. Het zou kunnen dat als je hier tequila bij gooit, dat het dan wel naar margarita smaakt. Maar dat heb ik niet in huis. Ik vind dit lekker, maar het is niet een soort van wow factor zoals ik had met die chia pudding. Die vind ik heel lekker. Ja, nou, dat was mijn oordeel. En daar zullen jullie het mee moeten doen. Hey, het is ochtend en wat is er nou lekkerder dan op een warme ochtend ijskoffie drinken. Het is zo heet en buiten nog warmer dan binnen, maar binnen ook best wel warm. En dus ga ik ijskoffie maken. Nou is dat niet per se het ding wat ik ga proeven, maar het is dit. De plantaardige slagroom van de Albert Heijn. Slagroom wordt natuurlijk gemaakt van melk, room. En dit is op basis van grotendeels water, kokosolie, suiker. Ik heb al gehoord dat die heel erg smaakt naar echte slagroom. Ik vind het in ieder geval heel cool dat Albert Heijn dit nu gewoon in zijn eigen assortiment heeft zitten. En ook bijvoorbeeld heel chill als je lactose intolerant bent. We gaan het proeven vandaag op de ijskoffie. Oké, dit is wat we gaan doen. We gaan de kokosmelk afmeten. Je doet eigenlijk gewoon erin hoeveel er ongeveer in het glas gaat wat je wil drinken. Het is echt een super simpele ijskoffie die ik ga maken. Dus ik doe het met oploskoffie. Beetje suiker erbij en ijsklontjes. Got the ice coffee. Slagroom ziet eruit als normale slagroom. Ik ga die gewoon eerst even proeven voordat ik alles in zijn geheel ga proeven. Hoe ga ik dit doen? Wow! Ik heb dus wel eens vaker veganistische slagroom op. En die was ook lekker, maar die voelde wel een beetje vettig aan of zo. En dit is super luchtig. Maar het komt ook even mee proeven. Ik ben zo benieuwd wat je vindt. Ik heb het gevonden. Het is koffie. Wow. Smaakt het naar echt slagroom? Ja, volgens mij wel. Iets minder romig of zo. Ja, maar er zijn ook soms van die vegan slagrooms die zo vettig, hè? Die super vettig zijn. Ja, deze is nice. Hij is heel luchtig. Ja, dan moet echt een koffietentje beginnen en dan moet jij bepalen welke koffies er zijn. Ik heb echt niks bijzonders hiermee gedaan. Maar het is wel lekker. Wat is dat dan, Bubbel? Ik wil ook proeven. Mag ik ook koffie? Nee, je bent al druk genoeg. Ik ben echt super fan hiervan. Maar het is ook echt waar. Het is een super fan hiervan. Van handtekening, poster. We gaan binnenkort naar een optreden. Hij had wat zoeter genoeg van mij. Nee. Ja, van mij wel. Ik geef hem een dikke 9. Oké, kleine noot om eraan toe te voegen. Aan het einde, ik denk dat het komt doordat dit een koud drankje is, wordt het wel een beetje korrelig, de slagroom. Je ziet het hier aan de zijkant. Of je ziet het hier bij Mert. Dit ziet er heel smerig uit. Het smaakt nog steeds lekker. De textuur is gewoon een beetje gek. Ik denk dat het komt doordat het op basis is van kokosolie. En het stolt waarschijnlijk gewoon door het koele drankje. Vanwege dit moet ik hem wel echt degraderen naar een 8,5. Hè? Ja. Maar je moet het vanuit vegan perspectief Maar dan bekijken. Ga ik hem toch 8,5. Altijd streven naar beter. Nee, dat is eigenlijk geen goede boodschap. Yo, je bent weet je wat beter is? Always ultra. Always ultra. Dat is een inlegkruisje. Perfectionisme in het streven naar een zo goed mogelijk product, dat is waar het op zijn plek is. En daarom een 8,5, want het kan nog beter. Oké, het is avond en we gaan Temptation Island kijken en daar hoort een snack bij. En nou kwam ik twee nieuwe smaken in de supermarkt tegen. Lay's Sensation Street Mix. Dit zijn een soort van gemengde zoutjes en dit zijn eigenlijk een soort van borrelnootjes met Thai Sweet Chili flavor. En deze hebben Inspired by Mumbai flavor. Dus dat is een soort van Indiaanse smaak. Ik had hem nog nooit gezien en er staat ook het woord nieuw op. Dus ik dacht, ze zijn nieuw. Ik ben een heel groot fan van zoutjes eigenlijk. Chips en borrelnootjes en alles wat er bij hoort. Geef het aan me. Ik ben groot fan. Kijk, maar wel echt heel groot fan, want ook hiervan heb je mijn handtekening en voice op de kamer. Ik ga beginnen met de Thai Sweet Chili. Mert proeft deze niet mee, want Mert zit in zijn onderbroek. Dit ruikt naar normale borrelnootjes. Ben ik nou in een soort van verkooptruc getrapt? Dat er zo Thai Sweet Chili staat. Dat moet wel, dat kan niet naar normale borrelnootjes smaken. Oké. Looks like normal borrelnoots. Ik hoop dat ze lekker zijn. Oh, best een beetje pittig. En ook wel anders dan die borrelnootjes van Duivens bijvoorbeeld. Ze smaken iets verfijnder, als je snapt wat ik bedoel. Iets soort van complexere smaak dan de meeste borrelnootjes die ik op heb. Ik zie ook dat er gember in zit. I like it very much. Ik had eigenlijk verwacht dat het minder speciaal zou zijn. Oké, next one. De Mumbai mix. Dit is dus een leuk mixje van rijstzoutjes,
aardappelzoutjes volgens mij. Oh nee, dit is ook rijst denk ik. Nou, in ieder geval, hier zit ook nog zo'n borrelnootje tussen. Het is van alles door elkaar. Ik ga ze even één voor één proeven. Ook heel lekker. Ik ben echt onder de indruk. Ik had niet verwacht dat ze zo speciaal zouden smaken. Ze smaken niet speciaal. Ze smaken niet per se. Nee, ze smaken niet speciaal. Jezus, ik kan niet praten. Ik vind ze gewoon heel lekker eigenlijk. Er zit gewoon een stuk meer smaak aan dan de meeste zoutjes. In plaats van dat ze alleen maar heel erg pittig zijn of heel erg zout. Maar als ik ook zie wat voor kruiden hier allemaal in zitten. Het is echt een heleboel. Fenugreek, piment, foelie, peterselie, anijs, venkel, ui, komijn, kurkuma. Ga zo door. Fucking veel. Daardoor smaken ze heel rijk, denk ik. Lace heeft hier wat mij betreft echt een heel leuk nieuw product op de markt gebracht. Wee! En nu gaan we Temptation Island kijken. Doei! Oké, tijd voor iets nieuws. De Albert Heijn verkoopt tegenwoordig groentebroodjes. Waarin dan behalve meel ook... Hallo? Behalve meel zit er ook groente in. Dus bijvoorbeeld in deze zit 35% bloemkool. In deze zit 35% spinazie. En ik heb er nog twee, maar die bewaar ik nog even voor een volgende keer. Want Mert en ik gaan niet samen vandaag 6 broodjes op kunnen. Ik wil namelijk voor het avondeten deze gaan bakken in de oven. En er dan een burger in doen. En dan niet zomaar een burger, maar de Garden Gourmet Incredible Burger. Dit is een beetje in lijn met de Beyond Burger. Dat is echt zo'n veganistische burger die naar Nederland is gehaald laatst. Waar iedereen lyrisch over is. En ik vind hem gewoon helemaal niet lekker. En hij kost 6 euro voor 2 burgers. Oh mijn god. Dat is echt niet oké. En hij is zo dik. En het is... Ik kan hier heel lang over ranten, maar ik vind hem gewoon niet lekker. Het is ongetwijfeld een smaakkwestie, maar Mert vond hem ook niet lekker. Dus ik hoop dat we hiermee succes hebben. Dit zal wel een beetje hetzelfde principe zijn. Dit zijn dus van die burgers die er in de verpakking ook nog echt uitzien als een rauwe hamburger. En waarschijnlijk als ik ze bak, dan gaat er ook bloed uitkomen. Want dat doen ze dan met een soort van rode bietensap erin. Kijk, voor mij hoeft dat allemaal niet. Ik wil gewoon lekker eten. Het hoeft voor mij niet op vlees te lijken. Wat mij betreft heeft het de vorm van een aardappel. I don't care. Als het maar gewoon lekker is. Maar ik snap wel dat als je misschien heel erg van vlees houdt. En je denkt van ik wil wat vaker plantaardig eten of vegetarisch. Dat dit een goede instapper is. Maar we gaan dus vandaag even testen of die ook lekker is. En het voordeel van die groentebroodjes is natuurlijk dat er wat minder koolhydraten in zitten dan in een normaal broodje. Ik zal het eens voor de grap even vergelijken met een pita broodje. Nou, dat verschilt verbazingwekkend weinig. Ja, het spinaziebroodje, dat scheelt wel 10 gram koolhydraten per 100 gram. Maar hier is het 8 gram. Ja, ik vind dat een beetje matig. Maar goed, klinkt allemaal wel heel leuk. Het gaat mij ook niet per se om het gezonde. Ik vind het gewoon grappig dat het gewoon een beetje vreemd is. En dat is waarom we het gaan testen. Ik ben ondertussen nog iets vreemds aan het maken, namelijk courgette komkommersoep. Ik heb dus een beetje veel komkommer in huis. En ik wilde graag soep maken en toen dacht ik van ja, fuck it. Ik pleur er gewoon een komkommer bij. Dus ik hoop dat het lekker wordt. Oh yeah. Kijk, daar hebben we het bloed waar ik het net over had. Looks pretty real to me. Dit zijn zulke grote burgers. Ik betwijfel of ze überhaupt hier tussen gaan passen. Ik haalde dus trouwens net de broodjes uit de verpakking. Ik vind ze vreemd ruiken. Echt een beetje ja, zuur, maar niet bedorven zuur. Maar in ieder geval dat ik wel denk van ik hoop niet dat ze smaken naar hoe dit ruikt. Alright, ik heb de burger. Ik ga hem eerst even losproeven en dan daarna het broodje. Maar ik ben heel benieuwd hoe die smaakt. Oeh, dit is echt heel anders dan de meeste burgers die ik heb geproefd. En waar smaakt hij naar? Ja, ik weet het niet, naar vegaburger, maar hij is echt heel lekker kruidig. Kan je nog herinneren die ene die we hadden geproefd die zo duur was? Die gewoon echt niet lekker was. Die was niet lekker. Ja, hij was ook niet vies, maar het was gewoon niet. We waren betere, zeg maar. Het was echt een beetje smaakloos gewoon. Ja, volgens mij herinner ik me autoband. Ja, Mert vond naar autoband smaken. Nou, dan moet je nu eens deze proeven. Wow, hij ruikt echt naar... Naar vlees? Nee. Ja, wow. Een beetje naar knakworstachtige dingen. Ja, dat vond ik ook een beetje. Ik vond hem ook naar knakworst smaken. Ruiken, bedoel ik. Zit er mais in? Mais? Ja. Zou ik op de verpakking moeten kijken. Deze is echt veel beter dan die andere. Maar beter dan die andere. Ja, er zit geen mais in hoor, Mert. Oh. En nu moet de burger natuurlijk op het broodje. Ik ga eerst het broodje even losproeven. Ze zien er trouwens zo uit. Wat voor broodje was dit? Dit is een bloemkoolbroodje. En ik heb ook nog een spinaziebroodje. Ik ga gewoon eerst een stukje proeven los. Smaakt naar brood. Het enige wat me opvalt is, ik heb ze al langer dan wat ze moeten in de oven gelaten. En er zitten nog steeds aan de binnenkant een paar stukjes die een beetje nog rauw lijken. Zo natte. Kijk, ja. Hier zie je dat goed. Ja,
Dit hier toch? Ja. Maar de echte test is natuurlijk als die volledig bedekt is met burger en burger attributen. Dus dat ga ik nu doen. Niet het meest handige broodje voor een burger. Vooral als die burger zo dik is als deze. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik ga nu alles zo in zijn geheel proeven. Ik kan niet echt kritiek hebben op dit broodje. Het smaakt naar brood. Het smaakt wel iets anders dan een broodje. En het is wel... Je merkt wel gewoon, het is een beetje droog. Ik zou dit niet nog een keer kopen, omdat ik niet zo heel erg veel geef om die koolhydraten. Maar stel je wil er graag op letten en je wil wel een keertje iets in de richting van brood eten. Ja, iets is beter dan niets, hè? Ik kom straks nog eventjes bij jullie terug met een korte review van dit spinaziebroodje. De camera staat uit. Zullen we niet een kip pakken? Oké, dit is het spinaziebroodje. We hebben nog een kipburger, die is van Vivera trouwens. Of niet? Vivera? Van Veggie Chef, een van de twee. Maakt niet uit, ze zijn van elk merk letterlijk hetzelfde. Voor deze ben ik wel een beetje bang. Ja, en deze is dus nog vochtiger van binnen. Ik krijg hem bijna niet doorgesneden. Kijk wat er allemaal aan mijn mes blijft plakken. Ik ga gewoon zo even een stukje proeven. Daar gaat hij. Oh, wat is dit voor raars? Het smaakt toch ook helemaal niet naar spinazie? Dit vind ik echt niet lekker hoor. Als ik jou was, zou ik die bloemkool wel kopen. De paprika moet ik nog proberen, maar die spinazie mag je echt overslaan. Nee. Alright, dat was het. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat me dus vooral weten in de comments als je leuke ideeën hebt. En dat hoeven niet alleen maar proefdingen te zijn die ik gewoon in één keer proef. Het mogen ook wat meer soort van experimentachtige dingen zijn. Ik heb bijvoorbeeld zo'n potje groentebouillon gekocht in plaats van een blokje. En dan wil ik dus eigenlijk een keertje soep gaan maken met in de ene soep een blokje bouillon. En in de andere soep zo'n potje vloeibare bouillon. En dan gewoon kijken of er iets verschilt qua smaak. Wat ik beter vind, wat ik lekkerder vind. Dat soort dingen mogen het ook zijn. Misschien moet je dit gewoon een beetje bekijken als de grown-up versie van wat proefwerk ooit was. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Voor nu ga ik er nog eventjes niet een wekelijks ding van maken, maar ik wil wel gewoon eten en lekkere dingen proeven. En vooral ook laten zien dat dus veganistisch eten helemaal niet zo heel moeilijk hoeft te zijn. Graag weer wat meer terug hebben in mijn kanaal. Dus bij deze, let me know. Thanks voor het kijken en tot snel. Bye!